2-1 winnen, heerlijk. Ja, dat is nu een fantastisch gevoel. Na de periode die we gehad hebben natuurlijk, was niet zo best. En we hoop goed te maken en ik denk dat we dat vandaag door strijdlust wel gedaan hebben. De laatste keer dat ik hier bij jullie was, dat was een afstraffing tegen Zwammerdam. Ja, dan zal er wel een paar woorden over weer zijn gevallen, denk ik. Ja, dat is een blamage natuurlijk. Dat mag nooit gebeuren. Hè. Ook niet tegen niemand, zeker tegen Zwammerdam niet. Dat is natuurlijk een beetje een angstrekener. Tenminste, zo gaat het hier in Koudekerk rond. En ja, dan ga je de finale af. Dat is natuurlijk heel zuur. Dan was dit natuurlijk een geweldige revanche. Ja, dit is lekker. En je doet het als ploeg nu, want er wordt nog steeds niet fantastisch gevoetbald. Maar goed, je staat met z'n allen weer te strijden voor elkaar en dat voelt gewoon weer goed. Ja, en ik zei net ook tegen Ronald, af en toe ballen over 2-3 meter, die komen, dan gaan ze toch de diepe bal gaan zoeken. Terwijl 2-3 meter in je omgeving de afspeelmogelijkheid is. Hoe komt dat nou? Hè? Ja, ik heb er geen idee. Ik denk toch concentratie. Onzekerheid? Ja, ook dat. Dat denk ik wel. Je zit natuurlijk niet in een lekkere flow, het hele seizoen nog niet. En als je dat wel zit, dat zag je de afgelopen seizoenen wel, dan gaat het allemaal net wat makkelijker. Want hier staat op een gegeven moment 2-1 voor. En toen het laatste kwartier op een gegeven moment, toen dacht ik van hey, Koudekerk, vergeet je niet te voetballen. Had je dat zelf ook niet hoor? Ja, dat merkte je in het veld ook wel inderdaad. Dan gaan zij natuurlijk, ja, ze moeten wel. Dus dan gaan ze met 3, soms 4 spitsen spelen. En dan ga je achterover hangen en dan kan je bijna niet meer voetballen. Ja, lange bal tegenhouden en weer terugschieten. Toen werd het 1-0 in het begin. Voordat het de 1-1 kwam, hadden jullie de mogelijkheden om 2-3-0 te maken. Want de keeper van hun die oogt ook niet helemaal zeker. Hè? Nee, een beetje onzeker was die man. Hè? Je had kleine foutjes inderdaad, zie je bij de 1-0 al. En daarna een voorzet en een corner geloof ik dat hij hem uit zijn handen laat glippen. Denk te weinig gebruik van gemaakt. Maar ja. En dan de strafschop, Michael die houdt hem in eerste instantie goed tegen. Helaas van de Koudekerk reageerde te laat of te weinig of helemaal niet. Nou, we reageerden wel, maar het is de penaltynemer die schoot hem weer binnen. Dus ja, het is lastig om die nog in te halen natuurlijk. Die start eerder. Fabian, je bent nu aanvoerder. En als je dan even terugkijkt naar de eerste seizoenhelft, tot de winter. Je kan toch niet helemaal tevreden zijn, denk ik? Nee, we hebben natuurlijk niet een andere doelstelling dan afgelopen seizoenen. Normaal wilden we promotie halen en dat is dit seizoen ook niet de doelstelling geweest. Omdat je gewoon een hele andere ploeg hebt. Andere competitie. Desondanks inderdaad valt het toch tegen. Maar het tweede seizoen zelf moeten we er gewoon vol tegenaan. En hoop ik dat het weer de weg omhoog gaat. Ja, want ongetwijfeld had je het ook al gedacht dat je toch hoger zou staan als die derde plek van onderen. Ja, dat was zeker wel. Dat hoopten we zeker wel, ja. Want als je toch naar de kwaliteit kijkt van de Koudekerk, dan zouden ze toch in de middenmoot mee kunnen draaien. Ja, minstens denk ik. Ja. Dus doelstelling voor het tweede seizoenhelft? Periodetitel? Dat durf je dan niet. Dat zou wel heel lekker zijn natuurlijk, maar dat ga ik nog niet zeggen. We krijgen als het goed is gewoon alle jongens weer terug. Je ziet nu dat Sydney en Ruben weer centraal achterin staan. Dat is al wel weer lekker. Die kunnen dan gewoon weer lekker ballen. Chris Vergunst erbij voor die duels. En hopelijk Bas van Heert ook weer terug. En dan moeten we wel weer hoge ogen kunnen gooien, denk ik. Plek in de middenmoot, dat is maximaal haalbaar. Nou, daar gaan we zeker voor. Oké. Okay.